Peter, je begint met een ongewijzigd elftal. Was het makkelijk om je spelers op papier te zetten vandaag? Nou, we zijn natuurlijk al een hele tijd met een vast elftal aan het spelen. En daar houden we zoveel mogelijk aan vast. Omdat de jongens het goed doen. En omdat het ook wel helpt om elkaar beter te leren kennen, ingespeeld te raken. Dus vandaar. Je hebt donderdagavond wel een hele zware wedstrijd gehad. Hoe stond het met de vermoeidheid van deze elf spelers? Nou, we hebben natuurlijk een dag minder rust gehad ten opzichte van de competitiewedstrijd na de Europa Cup wedstrijd toe. Dus dat zullen ze misschien op het einde van de wedstrijd wel wat voelen. Maar goed, ik vind dat jongens twee wedstrijden in de week moeten kunnen spelen. Het is vandaag Ajax-Heracles, maar ook Feyenoord-PSV. Alle supporters zijn er in ieder geval mee bezig. Jij wil het weghalen van je team, want ja, je kan er niks mee, je hebt er geen invloed op. Maar hoe krijg je het in de voorbereiding toch mee? Nee, ik ben gewoon met deze wedstrijd bezig. En ik heb totaal geen invloed wat er in Rotterdam gebeurt, maar wel wat invloed wat er hier gebeurt. Dus hou ik me daarmee bezig. Maar je hoort denk ik wel signalen, je hoort van doelpunten wat er allemaal gebeurt. Ja, maar ja, daar kan ik niks mee. Heb je die wedstrijd wel gebruikt misschien in je voorbereiding? Want ja, er gaat daar sowieso een concurrent punten laten liggen. Maar het is alleen handig voor jullie als jullie vandaag winnen. Heb je dat in die zin gebruikt naar je spelers? Nou ja, maar dit is eigenlijk mijn letterlijke woorden. Van, ik vind dat we totaal niet moeten kijken wat daar gebeurt. Wij moeten zorgen dat we deze wedstrijd winnen. Je kan je voor je kop slaan als daar een goede uitslag is en wij hier zelf punten laten liggen. Dus laten we nou maar lekker over deze wedstrijd praten en niet over die andere wedstrijd. Gaan we doen dan, want waar moeten jullie voor wagen tegen dit Heracles? Nou, dat we ze dus niet onderschatten. Als het goed is hebben wij betere voetballers. Maar dat komt er alleen maar uit wanneer je ook met een betere mentaliteit speelt. Of in ieder geval met een gelijke mentaliteit speelt. Dus daar moeten we voor zorgen dat we alles wat we doen vandaag 100% doen. Agressief spelen, goed druk zetten, in een hoog baltempo spelen. Wat moet je in zo'n wedstrijd misschien nog wel meer doen omdat je dus die zware wedstrijd tegen Legia hebt gehad? Nou, je moet gewoon je eigen spel spelen. En ik gaf net al aan, ik vind dat jongens twee wedstrijden in de week moeten kunnen spelen. Dat kunnen wij ook, we staan er fysiek goed voor. Dus dat mag ook het probleem niet zijn. Tegen Legia twijfelde je nog een beetje over David Neres. Die had je op zich wel willen laten invallen, maar de wedstrijd was er niet voor. Heb je het nu weer voor ogen als de wedstrijd het toelaat dat je hem zijn eerste speelminuten geeft? Nee, maar ik heb van tevoren nooit voor ogen van hoe je zou willen wisselen. We kijken naar de wedstrijd en wat de wedstrijd nodig heeft en wat er eventueel mogelijk is. Dus dan kun je op voorhand kun je dat niet zeggen.